Deze keer niet zoals u gewend bent van buiten, maar binnen. Het weer is buiten donker en we zoeken de lekkere warmte op. En we zijn hier te gast bij de Orchideeënhoeve in Littlegeest. En ik neem u mee door deze prachtige tuinen, een soort tropische wildernis. En we ontdekken allerlei dingen. We gaan vooral ons richten op de beesten die hier zitten. De planten kijken we natuurlijk ook naar. En nou, het wordt vast een hele mooie ontdekkingstocht in deze prachtige belevingstuin. Nou, hier op het bruggetje, als je hier op het bruggetje staat, zie je dus al die karpers. Ook de goudkarper die daar zwemt. En af en toe nog een verdwaalde kooikarper. Nou, die kooikarpers worden tegenwoordig natuurlijk ontzettend veel gehouden in vijvers. En ja, er gaan enorme verhalen over alle prijzen. Maar je hebt ze van 5 euro tot inderdaad, ik heb het even opgezocht op internet, een 250.000 zelfs. Nou, ik denk niet dat deze dat zijn. Waarom zijn die kooikarpers zo populair? Het was een hele... In China wordt het gezien als een heilige vis. En vooral de mutaties, de kleurvarianten, die met de karper te kweken zijn, die waren gezien als heilig. En de regering heeft toen ooit verplicht om alle mensen moesten een gekleurde vis in huis halen. Dus vandaar dat het daar zo'n ontzettend succes geworden is. Nou, je ziet ook de normale karper, die hier in Nederland veel voorkomt. Ze kruisen zich niet zo heel goed met elkaar, maar er komen uiteraard wel mutaties voor. Prachtige vissen, de karper, ook een geliefde hengelsportvis. En hier door heel de tuin heen zullen we plekken ontdekken waar we die vissen steeds weer tegenkomen op onze weg. Ze hebben natuurlijke riviertjes aangelegd en ja, ze zijn prachtig en natuurlijk heel leuk voor de kinderen, want je kan ze voeren hier. Je kan voer halen. En dan kun je de vissen komen. Kijk, ze kijken ook al, ze hopen dat ze wat krijgen van mij. Nou jongens, dus even niet. Met die grote bekken helemaal open. Ik zal eens kijken of ik er eentje... Kijk. Ja, ik heb een vis gevangen. Ze verdringen zich. Heel nieuwsgierig. Dat is ook het leuke met karpers. Ze zijn heel nieuwsgierig. En ze komen graag naar je toe. Sommige mensen denken dat ze ook een echte band hebben. Kijk. Lekker hè jongen. Lekker sabbelen aan de vingers. Prachtige vissen. Dus ook heel erg nieuwsgierig. Die goudkleurige. Jou, kom jij eens even hier. Kijk. Wat een mooie schitterende beesten. En zo tam ook. Want ze zijn gewend om gevoerd te worden. Dag visjes.